Het eeuwige leven is God kennen. Kennen. De Vader kennen. Hoe kunnen we de Vader kennen? Door Jezus Christus, zijn Zoon. Echt kennen. En kennen, gemeente, dat is niet iemands naam kennen. En verder niet. Dat is niet zoals die man eens tegen mij zei, die naast me stond. Bent u die dominee, sowieso? Nou, ja, u lijkt zo op hem. Oh, ja. Kent u hem dan? Ja, ik ken hem, ik ken hem. Ik dacht, nou, je kent me niet, want ik ken u niet. Dus dat is geen kennen, dat kan niet. Kennen en kennen. Ik denk dat we allemaal vanavond wel het verschil zien. Ik zie mannen naast vrouwen zitten die getrouwd zijn. Tenminste, daar ga ik dan vaak van uit. Kinderen met elkaar, gezinnen. Jullie kennen elkaar. Als broer en zus, als kind van vader en moeder. Kind weet toch wie vader, wie moeder is. En als ik zou vragen, vertel eens iets van je vader dan. Wat zou je dan vertellen van je vader? Nou, ze zeggen, hoop ik tenminste. Mijn vader, ja, dat is iemand die geeft om mij. Dat is iemand die zorgt voor mij. Die is belangstellend. Die steunt mij in de weg die ik moet gaan. En in mijn studie en in mijn werk. En mijn vader, ja. En ik, die horen bij elkaar. Die kennen elkaar. En als je het vraagt aan een man, wie is je vrouw voor je? Ja, dan hoop ik toch dat die man zegt, die vrouw, deze vrouw is alles voor mij. Ik zou niet weten hoe ik verder moet zonder haar. Vertel eens wat over haar dan. Ja, waar moet ik beginnen? Waar moet ik beginnen? Zo zorgzaam als ze is. Zo lief als ze is. Zo verstandig als ze is. Ze corrigeert me wel eens, vindt niet altijd fijn, maar ze kent me zo goed. Nou, vul maar in. Dat is kennen, hè? Dan ken je iemand. Als je iemand echt goed kent, dan weet je zijn zwakte, dan weet je zijn sterkte. En je bent bereid die zwakke punten ook te aanvaarden als er liefde is. Daar heb je hem. Als er liefde is, dan ben je bereid om alles wat minder is ook erbij aan te nemen. Dat vergeef ik hem of haar graag. Nou, kennen van God, gemeente. Hoe leer ik God nu kennen? Nou, zegt God, dan moet je bij mij op school komen. Dat noemen we de leerschool van God. Zoals de discipelen, de eerste discipelen, aan de Heer Jezus hebben gevraagd. Rabbi, waar woont gij? Waar is uw huis? Want rabbis gaven in die tijd thuis les. Mogen wij bij u in de leer? Mogen we onderwijs ontvangen? Mensen, de Heer onderwijst door middel van zijn woord wie hij is. En de grote leermeester, die de hele dag als het ware voor de klas staat, is Jezus Christus. Hij is de hoogste profeet en leraar. Daar heeft hij meteen zijn profetische ambt. Dat is lesgeven, dat is onderwijzen. Wie is God?